Hallo allemaal, vandaag is de dag van de post. Ja, laten we dan maar eens post tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag gaan we post tekenen. Post, wat moet je nou verzinnen bij de post? Nou, ik denk gewoon een envelop. Hoe ziet een envelop eruit? Ik doe hem gelijk diagonaal. Vind ik dan weer leuk. Een envelop, dat kan gewoon, nou ja. Ja, er moet een adres op staan, zo. En een postzegel erop. En op die postzegel staat natuurlijk een stempel. Hij moet afgestempeld zijn, zo. Anders wordt hij niet verstuurd. Goed, nou, een envelop. We kunnen ook nog een andere, even de envelop ook los tekenen, post. Tenminste, de andere kant van de envelop, want hoe ziet die er dan uit? Nou, dat is zo dan. Er zit hier een kromme of een ronde lijn in. En hier, die gaat erachter. Zie je, dan heb je een envelop die dichtgeplakt is. Soms zit hier ook nog een zegel op, dan is die verzegeld. Dat was vroeger, dat zie je nu eigenlijk niet meer. Sommige planten plakken daar dan nog wel een stickertje op. Goed, post. We hadden natuurlijk vroeger ook nog de postzak. Dat was eigenlijk een grote jute zak. Waar dan de post in ging en daar stond dan PTT post op, hè. Weet u dit nog? Dat is lang geleden. PTT. Ik ga het weer ik ga hem even opnieuw tekenen. Ja, dan even die postzak opnieuw tekenen. Nou, dat is gewoon een grote jute zak, zeg maar. Zo. En daarop zit dan een Nederlandse vlag. En ja, vroeger werden die jute zakken gebruikt. En tegenwoordig zijn ze heel populair als woningdecoratie, zeg maar. En er worden ook allerlei items meegemaakt, zoals kussentjes en zo. Nou, dit moet dan even een Nederlandse vlag voorstellen op die postzak. Ik heb geen kleurtjes, dus ik doe het met arceren. Er staat tegenwoordig, tenminste, je hebt ze met Pays-Bas erop. Nou ja, het is Frans voor Nederland. Ik zet er dan, ja, het is gewoon een Nederlandse zak. Dus we zetten PTT. Dan moet ik er niet per ongeluk weer PP op zetten, zoals er net. Laat ik het dan maar gewoon even goed doen, PT. PTT. Zo. PTT. PTT post. PTT post. Zo. Nou, en om er een beetje dat jute weer te geven. Zo. Hoe kan je dat nou een beetje doen? Ik dacht misschien een beetje zo. Dat het ook echt een jute zak is. Nou, ik vind het wel een goede oplossing daarvoor. PTT post. Nou, ik kan nog wel wat schaduw doen zo. En misschien moeten we die enveloppe er nog even uittekenen zo. Zo. Dan zien we echt wel dat het een postzak is, zeg maar zo. En er konden ook natuurlijk pakjes in zitten of pakketjes. Goed. Ja, post. Vandaag de dag van de post. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!